de aankomst van de Sint in Oosterhout. Om 11 uur per stoomboot. Dat mocht niet eerder, want de intocht mocht pas plaatsvinden nadat de laatste heilige mis geweest was. De boot arriveert via het Wilhelminakanaal vanuit Geertruidenberg. En de Zwarte Piet kondigde de boot aan met de scheepsbel. De Sint groet en zwaait naar de kinderen die aan de wal staan bij het beursschip Vrachelen. Ze lopen mee over de wal. Zwarte Piet zwaait met de roe en waarschuwt ze voor ondeugen. Nu varen ze onder de Goorse brug door, de verbinding van Oosterhout naar Vrachelen en Den Hout. Het is druk op de Goorse brug. Iedereen zwaait vrolijk naar de Sint en zijn Pieten. Dan komen ze aan bij de loswal op Wilhelminakanaal Oost. De meeste schepen die er liggen hadden nog geen motoren, maar alleen masten en zeilen. De Sint groet en zwaait naar de mensen op de loswal. De stoomboot keert om en arriveert bij de loswal, waar de harmonie al speelt. Zie ginds komt de stoomboot. Wat zijn er veel mensen. Zelfs op de aangemeerde boten is het erg druk. Iedereen wil de Sint zien. De mensen hebben dikke jassen aan en een hoed of pet op, want het is koud. De harmonie speelt nog een vrolijk Sinterklaaslied terwijl de schim wordt voorgeleid. Eerst is er een toespraak van de voorzitter van het feestcomité. En dan bestijgt de Sint zijn paard. De mooie witte schimmel Americo. De intocht van de Sint door Oosterhout kan beginnen. Op de Bredase weg kun je zien dat Oosterhout nog een tram had. Want Zwarte Pieter te paard en de tambourmeter gooit met zijn tambourmeterstok. Op de Bredaseweg gaat men richting Rijwielhandel Trommelen en dan naar de Molenstraat. Hier is de Sint al gearriveerd op de heuvel. En dan gaat het verder naar de Gasthuisstraat. Het is gezellig druk op de heuvel, zoals u ziet. Ook de pieten in de snoepwagen hebben veel plezier en strooien snoep en lekkernijen.
de familie Peters, begroet ook de stint. Ze staan voor bioscoop Luxor, naast Hotel de Koppelpaarden. Achter de harmonie lopen ook nog de genodigden van het feestcomité. De zwarte pieten staan in de snoepwagen. Er zijn ook pieten te paard. We passeren de kleine bazaar. En ook naderhand de winkel van Lips. Via de Klapeistraat gaat het naar de markt. Met de beurs op de hoek en aan de andere kant het sigarenmagazijn Sint-Jan. De kapperszaak met aparte salons voor dames en heren. Na een lange tocht door Oosterhout kan de Sint bij Hotel de Koppelpaarden aan de Leijsenhoek genieten van een heerlijk kopje koffie, aangeboden door de eigenaar. Het is voor de Sint niet makkelijk met zo'n mooie, lange, witte baard. Maar zo te zien smaakt het kopje koffie hem voortreffelijk. Een van de genodigden komt nog even met het kindje langs de Sint. Deze strijkt er even over het bolletje. En dan is een kopje koffie ook genuttigd. Hij is er zichtbaar van genoten. Ondertussen proberen de pieten een stout kind in de zak te stoppen. Je ziet, het gaat met een hele hoop hilariteit gepaard. Het lukt nog niet 1, 2, 3 om de zak over het hoofd te krijgen van de stouterik. Later, in de tuin van Hotel Koppelpaarden, worden er nog cadeautjes verstrekt en uitgewisseld. Bedankt Sinterklaas voor al deze cadeautjes. Speelt nog een afscheidslied. En de collectebussen van het feestcomité gaan van hand tot hand. Hopelijk hebben ze succes. Bedankt.